ja, en dan komt Rijka. Oh, goedje Dikkie. Oh, goedje Dikkie, ja. Oh, goedje Dikkie Doosie. Oh, goedje. Hé, hey, ja, nou, het komt goed hoor, schat. Nee, kijk. En dat komt dus door die keer heen. Nou, ik denk dat jullie dat wel zien. Die keer. Ja. En dat zicht. En dan hoor je het tussendoor gieren. Hele goede middag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer zaterdag. Het is prachtig mooi weer, maar het waait wel als een raket. En het is vandaag 23 mei en we leven om 13:43. Ik ga zo meteen Rijka uitlaten en ik ga, dan denk ik dat Kandalf meegaat. Die springt nou net daarom. Dus ja, die gaat ook denk ik wel mee. En daarna de troep even weer eens een keer hier opruimen. En ik heb mijn waterfles van boven mee naar beneden genomen. Die kan nou ook weer een keertje schoongemaakt worden in de vaatwasser. Ja, en dan moet ik ook nog boodschappen doen. Voordat het weekend is. Even weer, nou ik heb geen vleeswaren meer. Dus dat moet ik toch ook weer halen. Want ik ben een vleeswareneter. Dus ja, dat komt allemaal wel goed. Dan moet ik voor naar de FOMAR toe. En mijn wijn is bijna op, dus moet ik ook halen. Nou ja, en het is om het even, dit scheelt een paar cent met de andere winkel, met de DK. DK is iets goedkoper, maar ach ja, kan de pret niet boeien. Dus ja, dan zullen we dat ook doen. Ik ga eerst zo lekker even Rijka uitlaten. Die moet eruit voor de zoveelste keer. Die is er al om 3 keer geloof ik uit geweest. Vanochtend in de tuin wel het warm, maar ze is buiten geweest, ze kan wat doen. Maar in ieder geval, het is zaterdag, zei ik, zullen we die weer even gelijk zetten, de 23e. Zo, en dan, nou de bloemen die zijn ook treurig geworden. Dus die gaan ook weg, kunnen vaas ook weer schoongemaakt worden. Misschien dat ik een nieuw bloemetje meeneem, dat weet ik nog niet, ligt er helemaal aan wat ze kosten, want ze is schreeuwen nu bij de bloemist. Dus ja, dan moet je toch schipperen, hè. Ja man, vrouwtje komt zo. Mauw. Oh, goeie diggie, doodje. Goeie diggie. Oh. Vrouwtje schiet nou op. Hé, hey, ja, dan komt Rijka. Oh, goeie diggie. Oh, goeie diggie, ja. Oh, goeie diggie, doosje. Oh, goeie. Hé, hey, ja, nou, het komt goed hoor, schat. Ja, mijn jurk krabt ik het omhoog. Ja, dat is ook niet de bedoeling. Nee, oei, ja, ja, je bent ook zo lief, hè. Mwah. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van jullie dag met dat prachtige mooie weer. Enkel, ja, doe wel een jas aan, want het is niet, tenminste in Noord-Holland, aan de kust, dat is niet zo warm, hoor. Nee, ik zal even kijken wat hij aangeeft. De telefoon. Ik zal met nee, ik zeg verversen. Ik wil niet verversen. 16 graden. Nou, dat wil dus wel wezen dat je een jas aan moet doen. En nee, dat is 23 graden. Dan zal ik even bij mijn poort kijken, dus heb geduld. Ga even naar de kant. Bij de poort is het 20 graden, maar dat is in de lute en met de pallen zonder. Dus ja, dan wil je dat wel geloven dat daar warm is. Maar gewoon op de vlakte is het 16 graden. Dus ja, je moet wel je jas aan hebben en ik heb dan gewoon mijn winterjas aan. Ja, geen tussendoorjas, want daar is het nog te koud voor. Maar oké, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet verder. En dan gaat dat weer aan. Oh, weg. Kom ik per ongeluk met mijn vinger eraan. Maar in ieder geval, we spreken elkaar later. Dus ik zeg tot dan. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. En
de tas, mijn boodschappen staat ook binnen. Ik heb al heel wat gedaan. En ja, dat, ik ben ook al aan het schoonmaken geweest. Want het stuift onder die deur door. Het legt allemaal zand op die plank. Terwijl het gisteren schoon is gemaakt, hè. Kun je nagaan, het is gisteren gedweild. Maar allemaal onder die deur, door die kieren heen, komt het zand naar binnen gewaaid. Dat moet ik nou nog schoonmaken, maar ik denk ook, laat hem even tot die wind voorbij is, want je blijft bezig. Echt, het ziet er niet uit. Hé? Nee, hè? Nee, zij was niet zo blij, hè? Ja, dat ik zal het jullie even laten zien. Wat was dat? Pak dan, want anders pakt de eeuw in het hoor. Moet even pakken dan. Dit is voor Rijka. Ja, pak het dan. Met een grote meid. Nee, kijk. Nou, en dat komt dus door die kier heen. Nou, ik denk dat jullie dat wel zien. Die kier. Ja. En dat ziegt. En dan hoor je het tussendoor gieren. Nou, dat is gewoon niet leuk meer. Nee, echt niet leuk. Maar ja, wat doe je eraan? Ik zelf twee keer niks. De woningstichting behoort er eigenlijk een nieuwe deur erin te doen. Want deze deur is krom als een hoepel. Laat maar zeggen. Maar ja, ik heb er al een keer om zitten te klagen. Maar toen hebben ze gewoon een tochtstrip tegenaan gedaan. Nou, dat duurt 2-3 maanden en dan werkt dat ook niet meer. Nee. Dus ja, ik ga weer klagen. Ja hoor, ik ga weer klagen. Dit is gewoon niet te doen. Hier kreeg je toch te trippen tegen en aan doen. Want dat blijft zo. Ja, het is eventjes goed en dan begint het weer. Plus als we de toch te trippen ingooien, dan heb ik problemen. Want dan krijg ik hem huis niet dicht. Nee, dan moet je echt helemaal trekken. En dan op slot draaien. Nou, dat gaat niet. Dat lukt mij niet. Ze zetten er desnoods maar gewoon een nieuwe deur erin. Punt, klaar. Ja, want dat tocht dat er net. Nou, het is niet aan mij om een nieuwe deur erin te zetten. Het is een woningstichting huis. Dus ze bekijken het maar. Ja, toch? Nou, de boodschappen die heb ik binnen. Van alles en nog wat. Ook nieuwe aanrechtdoekjes, want daar was ik bijna doorheen. Nou ja, heb ik weer even nieuwe meegenomen. Dat moet ook gebeuren. Ook heb ik een Bounty. Nou, deze die moet ik even straks opvouwen. Ik heb hem gelijk in het kastje. Ja, toch? Ja, ze zijn wel opgevouwen, maar even op mijn formaat. Ja, ze zijn nou eigenlijk een beetje te groot. Zo vouw ik ze eigenlijk ook wel op. Maar ze zijn nou een beetje te groot. Omdat ze nog nieuw zijn. Ja, en dat moet niet. Nou, dan wil ik vandaag ook mijn bureau van boven nog even schoonmaken, et cetera. Want dat ziet er niet uit. En dat moet ook gedaan worden. En morgen komt dat wel. Komt wel goed. Moet toch nog eten. Ja, toch? Wat ik eet. Mioen heb ik ook meegenomen. Ja, mioenkoring. Heb ik meegenomen met een kippensnitzel. Nou, dat heb ik twee keer. Klaar. Twee keer te eten voor weinig geld. Ik denk ik wel eens wat anders. Nou, ja toch? En dan ga ik... Oh ja, ik moet mijn telefoon nog uit mijn tas pakken. Ik zit nog in mijn tas. Dus jullie hebben het wel door. Ik heb het druk. Ja, hebben jullie dat ook wel eens? Buiten het vloggen om druk te hebben. Ik dus wel, hè. Ja. En dan ben je maar alleen. Maar ja, je wilt ook wel iets voor jezelf netjes hebben. En schoon hebben. Nou ja, en dan heb je wel twee keer in de week huishoudelijk hulp. Maar die doet de dingen wat jij niet kan. Wat te zwaar is. En ik doe de dingen wat niet zwaar is. Ja. Zoals met de was hou ik me mee bezig. Ik hou me met de was in de wasmachine doen. Even de wasmachine in de droger te doen. En eruit te halen, maar voor haar is weer de logeerkamer met al dat wasgoed. Nou, dat stapelt weer redelijk op, dus ja, bekijk dat maar.
Dat is niet mijn ding, dat is weer voor haar. Dat is mij weer te zwaar om te doen. Maar ja, licht huishoudelijk werk, ja, dat ken ik allemaal. En zoals de wasmachine staat in de douche, de wasdroog staat in de douche. En de vuile was is ook in de douche. Dus ja, dan is het simpel, je gooit het eerst in de wasmachine en je doet dat ding aan. Zodra het er klaar is, dan hevel je het over naar de andere kant. En dan doe je die weer aan. Klaar. Ja, dus maar oké. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Maar, het is niet koud, maar je waait wel uit je kleding vandaag wat. Ja, echt. Er staat nog wel een beste wind en het blijft ook wel voor verrukwinden zijn. Ik weet het niet, maar... Ik moest af en toe bij tijden wel op mijn stuur hangen. Omdat ik de andere kant eigenlijk werd opgeblazen. Ik denk, nou, gaat goed hier, meneer Huis. Maar oké, het komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, geniet gewoon. Doe je ding. Wees vrolijk, wees blij. Dat doe ik ook. Dus zijn we samen toch gelukkig en blij. Ja, toch? Tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Ja, ik heb de boel aan de kant. Alles is schoon, mijn bureau is schoon. Daar ben ik gewoon super blij weer mee. Dus ja, die zag er niet uit. Dat hij wanneer heel veel aan dat bureau doet. Ik maak hem één keer in de zoveel tijd, maak ik dat hele ding goed schoon. En dan kan hij weer even een tijdje tegen. Normaal behoor je dat iedere week af te stoffen, maar daar staat te veel op. Te veel zwaar materiaal. Mijn mannetje staat erop, mijn schoonmoedertje staat erop. Ja, zoiets, dat begint ook je huishoudelijk zorg niet aan. Dus één keer in de zoveel tijd doe ik dat. Dus ik heb vandaag ook nog niet een vlog weten te renderen en die naar YouTube te brengen. Maar daar staat genoeg op hoor, ja. Dus, enkel morgen moet ik eventjes dat daar doen, want dat ziet er niet uit, dat gaat allemaal in de vaatwasser. Rijka die had wat lekkers gekregen, maar dat had ze eerst op de bank. Nou ligt het daar op de grond en ze taalt er niet meer naar. Nou ja, ik laat het liggen totdat ze er wel weer naar taalt. Ze ligt nu in de mand. Dus morgen dat nog even. Morgen eventjes de bank weer schoonmaken, want het ziet er echt niet uit. Maar ik kan gewoon niet meer. Ik ben back af. En dus morgen doe ik de bank en die afwas in de vaatwasser. En ik heb even met een doekje de vloer daar al gedaan bij de deur. Maar als het morgen weer is, ja, dan pak ik gewoon even de stofzuiger erdoor en dan is het ook weer klaar. Ja, ze komt pas woensdag. Ja, hallo! Ik moet wel even een schoon weetje. Want ja, de paard gaat voor. Dus ze komt pas woensdag en vrijdag. Ja. Oké, maar ze is gisteren ook geweest. Met die harde wind. Dat stuift. Ik heb het jullie laten zien. Dus, en ik wil andere week eens even proberen de woningstichting te bellen. Want ik ben er niet mee. Ik ga er niet meer mee akkoord als we dan toch tegengooien. Ze zien maar dat ze een andere deur ervoor hebben die wel recht is en niet krom als een hoepel.nl. Ja, ik vind dit gewoon niet mee kunnen. Ik zit gewoon zomers eens winter, vooral wanneer het de winter opstaat en het tocht, zit ik wel noodgedwongen met een dekentje om mijn benen heen. Nou, dat wil je toch niet. Je kachel moet je daarna en je toch gewoon weg. Nou, fixen het maar. Simpel zat. Ik pik dat niet langer. Ze hebben me 2 jaar geleden ook ermee afgescheept om een tochtstrip, maar dat helpt 2 keer niet. Nee. Maar oké, lieve vrienden, je hebt altijd een begin van de dag, maar je hebt ook een einde van de dag. Zo ook met een film of met een vlog. Ja, op YouTube. Ja, dus ik maak er nou ook gewoon een einde eraan en ik zeg een hele fijne liefdevolle avond voor jullie gewenst. Mijn jurk zit ook weer scheef, maakt niet uit. Scheve dingen piezen ook zeggen ze, maar het maakt niet uit. Ik wens jullie dus een hele fijne liefdevolle avond. Geniet er vooral van. De televisie wordt ook mooi. All you need is love. Yeah, ga ik weer kijken, gezellig. En ik ga even een plaatje maken voor Facebook. En dan ga ik naar Facebook toe. Dus ja, morgen weer een dag. Morgen is denk ik op dat en de bank.
En dan zal ik kijken hoe het daar al is. En dan moet de stof, even met de stofzuiger er langs, weet je wel. Dat het even tussen die kieren weggaat. Komt allemaal wel goed. En even een schoon laken op de bank van Rijka. En ja, dan zien we het wel weer. Maar ik wens jullie in ieder geval ook een weltruste. Met de mooiste dromen die je maar wensen kan. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Doei!